Ja, Kali Paulus, het heeft al bloed, zweet en tranen gekost, die voorbereiding. Maar nu, ja, het startschot is gegeven. Eindelijk, het is zover. Ja, natuurlijk. We hebben een heel goede voorbereiding gehad. En we zijn er klaar voor nog twee vriendschappelijke wedstrijden. En dan moet alles op punt staan voor thuis tegen Anderlecht. Die competitie-opener, hè? Vorig jaar verliezen in de halve finale van de Beker van België. Ja, dan heb ik toch zoiets van, hebben ze revanche-gevoelens daarvoor? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, we hebben hier thuis een heel goede wedstrijd gespeeld tegen Anderlecht. En we weten dat het er thuis in zit om te winnen of een gelijkspel zelfs te pakken tegen Anderlecht. Want die beker is al zo belangrijk. Hè? Competitie, vierde plaats zou al goed zijn. De kloof dichten, zoals CEO Patrick Janssen het zegt. Maar die beker, hè? De finale. Ja, natuurlijk. Ik heb het al verschillende keren meegemaakt. We hebben ook nu een jonge groep. Sommigen hebben dat nog nooit ervaren. Iedereen wil natuurlijk de finale spelen. Je maakt dat niet dikwijls mee. En natuurlijk, je moet ook geluk hebben. Maar ik denk, de ploeg die we hebben, moet dat normaal gezien zeker lukken. Tot slot, een persoonlijke vraag. Hoe is het met Kali Paulus? Goed, ik voel me goed. Dus meer moet dat niet zijn.